zo goed wat hij met deze vraag aan moet. Ik weet het al, ik stuur hem door naar deze malle mannen. Want Peter heeft altijd gelijk en Timon heeft net iets minder gelijk. Maar desalniettemin krijg ik een antwoord op mijn vraag. Want zo is lekker spreken. Zo is lekker spreken. Zo is lekker spreken. Zo is lekker spreken. Zo. Want zo is lekker spreken. Dames en heren, wat leuk dat jullie weer luisteren naar een spiksplinternieuwe Lekker Spreken. En niet zomaar een Lekker Spreken. Wel zomaar een Lekker Spreken. We gaan weer terug in die tijd. We gaan weer vragen uit de community beantwoorden. Ah, ja. Dat hoor je aan die intro. Dat was een leuke intro. Ik dacht, we gaan doen alsof die intro gedraaid wordt nu. Heb je ooit van editing gehoord? Nee, die zit echt te kijken, maar ik heb helemaal niks gehoord. Is er iets mis met me? Ja, een leuke intro. Natuurlijk, ja, wel alleen maar leuke intro. Ik weet eigenlijk niet wie hem gemaakt heeft, want ik knal hem er dus pas het in. Het boeit je ook niet. Nou, het boeit me zeker. Boeit ik waardeer het ook heel erg. Dat, ja. Maar boeit hem niet. Ja, het boeit me heel erg. We beginnen met de allereerste vraag. En die komt van die Yeti. En die zegt dit als volgt. Natte Peter en opgedroogde Timon. Jullie zijn geen spacemen. Wat is hier het grootste struikelblok? Maar vooral, hoe kan men twee knakworsten als jullie overtuigen om jullie spacepassie te maken? Waarom zijn wij geen spacemen is eigenlijk de vraag. Elk spel is tegenwoordig space. Ja, alles is technologie en... En je weet draadjes. Van mij, ja, ik ben een open boek. Ik ben geen spaceman. Ja. Maar wat voor mannen ben je nog meer niet? Want we hebben dus laatst Man of Medan gespeeld en ik kwam erachter, ik ben gewoon echt geen bootman. Ik ben geen bootman. Ik weet het niet. Soms... Ik ben geen onderwaterman. Ik ben geen ijsman. Ook niet echt. Ik ben wel een sneeuwman. Ja, wel? Ik ben zo'n verschrikkelijke sneeuwman. Maar bijvoorbeeld, het ligt er wel zo. Want Far Cry, die DLC met die verschrikkelijke Yeti, die was leuk. Want dat is ook een sneeuw, maar dat vind ik niet... Verschrikkelijk leuk. Verschrikkelijk leuk was die, maar ik bedoel... Je hebt ook, zoals Mario, die ijslevels, die zijn niet leuk. Soms zeg ik dingen en ik ben gewoon leuk, niet tevreden met mezelf ook. En dan maak ik die geintjes die ik offline niet maak. En dan denk ik, wat ben ik nou mee bezig? Je moet gewoon jezelf blijven. Als sta je voor een microfoon, dan word je een andere persoon. Moet je niet doen. Nee. Maar goed, ik ben niet per se een ijsman. En oh, ola-ijsjes vind ik lekker. Oh shit, dan ga ik weer. Ja, ik kom excuses aanbieden, mensen, maar... Nou, ik zit te denken, welke sfeer voel ik niet? Maar dat heb ik met space helemaal. Maar hij vraagt, wat voor space game kunnen ze maken? Maar niet alle space is per se kloten. Kijk, en daar wil ik op aanhaken, Timon. Want ik weet donders goed wat voor space mijn games ze moeten maken voor mij. Nou, vertel eens. Moet je even luisteren. Normaal ben ik geen alien man, hè, per se. Ja. Ga je naar de... Ga je een alien man? Oh, gaan we naar space? Ja. Zien we daar wat aliens? Nee, dank je. Oh, echt? Maar moet je dit eens horen? Wat als je een spel hebt, en dit is mijn droom, hè? Ik heb over nagedacht. Een alien invasie op aarde. Dus telt een space. Nee, telt niet aan space. Je gaat hem toch wel tellen? Nee, dat telt niet aan space. 50-50 space is het hoor. Al komen de aliens op aarde, dat je gewoon normaal... Maar het is geen space spel. Net als een monster op aarde komt, is het dan gelijk een... Een monsterspel, ja klopt. Ja, het is een monsterspel, maar waar komen monsters vandaan? Zodat Satan komt op, weet het, aarde in een spel. Ja. En is het dan een helspel? Nee, zoals nog steeds... Ja, wel een helspel. Dat is niet echt een helspel. Dat is wel een helspel! Nee, Doom, die gozer gaat naar de hel. Is dat het ding toch? Hij gaat naar de hel. En ik gaat wil naar gewoon een Cloverfield game. Is het dan een aardespel om die gozer... Ik wil een Cloverfield spel. Mensenspel? Een Cloverfield spel. Maar het is spel. Geen spacespel. Nou, wat is dan voor... Hoe kunnen ze bij jou dan doen? Nou, ga jij het maar vertellen hoe het wel mag. Gewoon aliens... Buiten, gewoon op een eigen planeetje, dat daarin wat gaan. Wat is het spel? Want die spel... Oh, moet ik in het spel gaan schrijven nu? Je bent geen space game, dan ga Star Wars spelen dan. Heb je aliens. Nee, dat vind ik niet leuk. Hoe? Wat is dan wel jouw spelletje? Realistic... Oké, ga me vertellen, luisteren. Je hebt UFO's, mensen denken dat UFO's bestaan. Oh, realistic aliens. Dat vind ik interessant. Realistic aliens. Ja, dus dat houdt in wat voor spel heb je dan? Mogen ze op aarde komen? Technologie heeft uitgevonden waar ze vandaan komen. We gaan op zoek naar die space aliens. Oké, ja. En daar ga je een bevolking zien van afstand. Dan ga je naar een bevolking toe, een landje dat dingetje neer. Ja. Onderzoeken bij de Space Station. Weet aliens. Je wat er dan gaat gebeuren? Nou, nee, ik mag dat zelf schrijven. Je weet helemaal niet wat er gaat gebeuren. Ik weet anders goed wat er gaat gebeuren. Ga verliefd op alien worden. Ja, tuurlijk gaat het gebeuren. Nee, dan zit je al eerst met een paar coole mannen op een spacecraft. Je zit in een spacecraft. Hè. En ik,
Ik wil niet voor jou spreken. Nee, dat is gewoon maar een filmpje. Ik dacht dat we op een dat is een filmpje. We spannen gewoon op de weten. Daar begin je. Je hebt helemaal, het is helemaal geen verhaalspel bij jou. Nee, het is gewoon een leuk spel, zeg maar. Oh, bij mij is echt mensen gaan huilen. Nee, ik ga gewoon verliefd en seks hebben met Alien. Dat ben ik dan weer. Oké, misschien zitten we dan niet op online met Space. En ik wil wel weten wanneer... Ik wil zo weinig mogelijk cabines en draadjes zien. En zoveel mogelijk billetjes van aliens. Laat nou, wel, sorry. Laat wel weten als je een Kickstarter start. Oké, de volgende vraag van Stan. Die vraagt, wat verwachten jullie van die nieuwe Breath of the Wild game? Oh, Stan. Ik verwacht geen dingen. Ik weet dingen. Ik weet precies wat er gaat gebeuren. Stan, je koopt het spelletje. En denk van, ja, ik heb het al gezien. Het is gekopieerd geplakt van het officiële spel. Alleen een nieuw wereldje. Ja, ik moet zeggen... Kopieerd geplakt. Dat is wat het gaat zijn. Ik geef jullie van nooit gelijk, dat weet je. Ja. Maar ik ben bang dat het meer van hetzelfde wordt. Wat niet per se... Nee, dus iedereen vindt het 10 uit 10 spel. Dus het zou, jullie zouden moeten juichen nu. Ja, het is hetzelfde als Odyssey 2 komt. Ik verwacht niks meer. Misschien Yoshi. Zit Yoshi? Nee, die zit er niet in. Geef me een Yoshi. Ja. En dan zit hij niet in? Nee, nee, zit er niet in. Dat is vreemd. Je zit wel een kikkertje in. Die is ook wel heel lief, ja. Maar ja, ik denk wel dat dat gaat gebeuren. Ze hebben natuurlijk deze engine. Maar is het niet erg? Want iedereen vond het gewoon een 10 uit 10 spel. En dat is dan gewoon een nieuw verhaaltje schrijven. Ik had wel iets gehoord. Maar ik ben vergeten wat ik had gehoord. En dat was wel leuk. Ik denk niet dat ze een hele gameplay gaan veranderen. Ze veranderen echt helemaal niks in de gameplay. Ja, misschien een ander soort tempels gaan ze er misschien in doen. En zo. Ja, dat is eigenlijk gewoon een soort DLC. Dus sorry Stan, maar... Sorry, maar hij vindt het mooi hoor. Dat vindt hij mooi. Tony, die macaroni, die heeft een vraag voor ons. Ik vind die, het wel mooi dat ze ook al zeggen alsof het een feit is. Al gewoon, het is al gewoon gebeurd. En, heb je die intro nou gehoord of niet? Ja, oké. Okay. Ik heb nooit gelijk, maar... Denken jullie dat mensen zoals ik The Last of Us 2 slecht gaan vinden, ook al wordt die goed? Omdat ze er te hoog verwachtingen voor hebben. En dan moet je eens weten, Tony Macaroni, voor deze uitzending. We zaten net echt naar elkaar te schreeuwen over de Last of Us, een spel wat 6 jaar oud is. En Timo zit precies met dat. Ja. In mijn conclusie van de Last of Us 1, maar dat is een heel andere conclusie die Tony heeft getrokken, is dat hij vindt het prachtig, hij heeft verwachtingen te hoog. Oh. Ik heb er geen verwachtingen van, per se, omdat ik deel 1 gewoon niet leuk vond. Hij heeft de hoop. Nee, hij zegt juist, denken jullie dat mensen zoals ik The Last of Us 2 slecht gaan vinden? Ja, maar wordt hij goed. Dus hij vond... Nee, hij heeft te hoge verwachtingen. Hij denkt dat het echt een ultraspel wordt en denkt dat hij het slecht gaat vinden, ook al is het gewoon een goed spel is. Oké, dus het heeft niks met onze discussie te maken. Nee. Ik heb er geen verwachtingen van. En ik denk dat ik denk wel dat het een goed spel gaat worden. Heb je na de... Want ze zijn nu echt jaren verder. En Uncharted heeft ertussen gezeten. We hebben die gameplay trailer gezien, toch? Die gameplay trailer, dat ziet er echt weer revolutionair uit. Als dat geen fake is, een E3... Want de E3 trailers zijn vaak dat het gewoon helemaal gewoon nep is. Gewoon gescript. Ja. Het ziet er veel minder mooi uit. Maar als dit echt is, dan is het weer next level. Het ziet er wel... smaakt die ook naar... Nee, dat gaan we niet doen. Dan moet jij niet ook gaan beginnen. Nee, okay. Want ik weet wel dat je je zuur voelt. Maar die animatie zag er heel goed uit. Dat is niet normaal. Zag er heel ziek uit. Het spel zag er echt heel mooi uit. Tuurlijk wel die slechterikje die ze ging vermoorden. Was allemaal wel mooi scène gezet voor het trailertje, weet je wel. Ja, maar ze zeggen dus dat het echt... Ze zeiden dat het dus echt de gameplay was. En dat is bijna onmogelijk. Dan kunnen we nog wel lang naar pritten, maar dat gaat niet gebeuren. Ja, maar waarom zouden ze dat zeggen dan? Dat maar, snap je dan niet. Ja, dat doen ze toch omdat je het spel wil kopen dan? Gaan ze gewoon niet liegen tegen me zodat ik ze geld ja, heb. Dat doet iedereen. Oh. Niet alle tandpasta is echt bewezen door... Wat is een tandarts? Het is niet heel lastig om door een tandarts te zijn. Weet je hoeveel tandartsen er zijn? Dan kun je nou echt de hele dag doorgaan. Vind je deze tandarts? Ja, vind ik wel prima. Die nee, is gewoon helemaal klaar tandpasta, mee. Wanneer de tandpasta zegt dat elke tandarts zegt, dit is de allerbeste voor je tanden. Wat zei ik dan? Je zegt dat alle tandartsen de beste zijn. Oh ja, zei het van zichzelf dan. Maar nee, ik bedoel dat. Ja, tandpasta is wel prima. Maar eentje is gewoon de beste. Ze dus kunnen niet 4 verschillende beste. Dat is een mening van de tandarts. Nee, elke tandarts is gewoon heeft nee, andere mening. Nee, het is geen mening. Iets wat het beste is geen mening bij tandpasta. Iets is gewoon het beste voor je tanden. Waarom? Omdat het gewoon goed is voor je tanden. Iets is goed voor je tanden of iets is volgens niet goed deze voor je... tandarts vindt deze het beste. Dat staat er niet bij. Of ja, zegt ze dat wel? Ze zegt toch bewezen door een tandarts, zegt aanbevolen, ja inderdaad. Aanbevolen okay, door een tandarts. Ja, klopt, ze zegt niet eens welke tandarts, omdat je anders kan googlen of hij wel betaalbaar is. Maar hij liegt is. Wel alsnog. Hij krijgt gewoon het cent en het is waarschijnlijk gewoon een acteur die het zegt. Wat was het punt ook weer van? Dat weet ik niet helemaal oh ja, meer. Dat de Last of Us 2 misschien niet zo mooi wordt als de trailer. Nee, het gaat niet mooi worden. Man. Het gaat wel ziek uitzien, en de maat gaan ziek zijn, maar waar ik bang voor ben... Als de gameplay gewoon weer niet zo leuk is. Nee, Timon, ik moet je één ding meegeven over Last of Us 1. Holds niet echt op qua gameplay. Gameplay is niet leuk.
Omdat je de hele tijd dingen herhalend doet. 18 uur lang. Kist. Ja, maar hij is ook te lang, maar het is een 10 uit 10 spel nog steeds. Voor ja, de tijd. Dat kan. Nee, dat ben ik niet mee eens, Maarten. Dat is een discussie voor een andere keer. Maar nu hebben ze inmiddels weer Uncharted dus gedaan. Ze, zijn, ja, ze worden elke keer beter weer. Hè. Je en ziet ik verwacht sprongen, dat het gewoon je moet ook niet spel vergeten, wordt. Uncharted 1 was niet leuk en 2 was gewoon opeens leuk. Dus ze leren elke keer tussen de games. Ja, ze kregen wat geld en wordt het leuk, zeg maar. En ik verwacht dat Last of Us 2 genieten gaat worden. Tenzij de gameplay net zo kut als deel 1 is. Maar dat gaat niet gebeuren. Ze hebben geleerd. Heel kut. Het was wel. Ja, het was echt heel niet leuk. Nee, heel erg niet leuk. Als je geen sneakman, dan is het niet leuk. Maar je moet het ik ben ook een doosverschuifman persoonlijk. Maar dat vond je zeker wel erg leuk. Ik ben een doosverschuifman, ja. Dat vind ik erg leuk. Maar goed, ik verwacht dat het echt wel genieten gaat worden. Dat, ik denk. Je hebt mensen te hoge verwachtingen. Ja, het is een safe bet. Want het is gewoon. Bijna alle spellen van die markt zijn leuk. Ja. De safe bet. Maar elk spel is wel gewoon kwaliteit. Maar zijn de verwachtingen te hoog van mensen? Nee. Misschien wel. Nee, mensen gaan niet te hoog. Nee, want het gaat het leukste spel worden gewoon. Dus de verwachtingen zijn niet te hoog. Hoor je het nou, Tony? Stel niet zo moeilijke vragen, man. Ja. Als ik het al zeg, kom op. JFC Animations die zegt... als je nog zelf een DLC moet bedenken voor één spel... welk spel zou dat dan zijn? En wat zou die DLC dan inhouden? Dus al heb je nog één game waar je een DLC'tje voor mocht krijgen... om het nog even te kunnen spelen, welke zou dat dan zijn? Ik zou, wat eerst in mij opkwam, waar ik laatst zelfs over naast zat te denken, is dacht, ik wil een nieuwe wereld van Odyssey. Gewoon even één wereldje nog even inspringen. Dat zou wel leuk zijn, hè? Met Yoshi. Dat zou ik gewoon leuk vinden, met Yoshi erbij. Mario spelen met Yoshi maakt het wel leuker, hè? Ja, maar het slaat nergens op. Maar laten het maakt het gewoon, het slaat helemaal nergens op, maar het maakt het leuker. Dat is vroeger zo. Dat maar is dat is eigenlijk, het hele ding is eigenlijk omdat ik een dinosaurusman ben. Ja, ja. Die kunnen... En ik kan op een dinosaurus rijden en dat vind ik gewoon prima. Dat vindt mijn brein, die zegt gewoon, ja... Dit is nou leuk, dit maar het maakt leuker. Het niet extra leuk. Ik ga leuk. Iets harder, dit is leuk. En je krijgt een bongo's in de soundtrack verwerkt altijd als je op Yoshi zit. Een nieuwe deel zou ze dat misschien niet doen, hoor. Tuurlijk wel. Is het Mario Sunshine? Was bij Mario Sunshine al dat drum je... Drum solo was dat. Was daar al... Ik bedoel, ja, was Sunshine dat je daar al een bongo-sessie krijgt? Ja. Zeg nu ja, maar ik zie de twijfel in je gezicht. Maar het is wel, ik bluff wel en ik zou... Heel respect voor. 80% weet ik het zeker. Oké, dat zou wel mooi zijn. Dat lijkt me ook gewoon genieten. Maar wat denk je van die Dungeon Keeper 2 multiplayer DLC? Ja, er zit al multiplayer in. Ja, die werkt. Dat is mijn DLC die ik graag gewoon met een patch wil je gewoon een hebben. Patch DLC. Dat is geen antwoord op de vraag. Ja, gast, ik heb niet erover nagedacht, joh. Even kijken, Midas... Die heeft ook een vraag en die zegt... Hoi, verpieterende Peter en schrale Kevin. Het is al een tijdje geleden dat jullie het voor de eerste keer... in een lekker speler over VR hebben gehad. En er gelijktijdig maximaal niks van snapten. Denken jullie dat het toch wel objectief licht geflopte technologie... Snap je wat ik zeg? Want ik heb het gevoel... Ja, het loopt een beetje te borrelen, maar nu komt de vraag pas. Dus okay, maakt helemaal niet uit. Nee, maakt helemaal niet uit. Denken jullie dat deze toch wel objectief licht geflopte technologie... ooit nog een comeback zal maken? Midas, ik ga het gewoon weer zeggen. Ik ga luisteren nou gewoon één keer. En als je niet luistert, is het de laatste keer dat we je beantwoorden. Ja. Ja, het komt terug. VR is intens genieten. Nu is het gewoon veel te duur. Er komt een tijd, over een jaartje of 3, 4... dan is het gewoon betaalbaar. Dan heb je 50 euro, heb je zo'n brilletje. 50 euro, jij durft echt te dromen. Nee, op 3, 4 jaar heb je zo'n brilletje van de PlayStation VR kwaliteit, weet je wel. Een PlayStation controller is al 60 euro. Peter, laat me nou even... Laat me even liegen. Nee, ga die gozer weer voor. Ja, ik ga even liegen. Hoop in zijn hart Midas, zit hij nu. Luister, dan betaalbaar. Nou, laat het zeggen 100 euro, om jou blij te maken. Voor 100 euro. 200 euro. Nee, dat is niet waar. Over vier jaar heb je zeker weten de PlayStation VR-bril voor 100 Midas, euro. Niet geloven, Midas. Midas geloven, noteer het maar. En zeg zo, Timo zei het al. Ga je dan tegen Peter zeggen. Krijg zo'n bril en denk van... Oh, ik heb dit nog nooit gespeeld. Het is een nieuwe experience en het is intens genieten. Het is nu alleen wat... Op dit moment is het veel te duur. Nee, weet je wat nu het probleem is? En ze maken geen spellen ervoor omdat niemand het heeft, omdat het te duur is. Het is droom. Nou, volgens mij heeft hij... Ik weet niet of het voor PlayStation of ze het als een flop zien. Volgens mij was hij een paar miljoen keer verkocht of zo. Nou, dat weet ik niet. Klinkt als heel veel. Klinkt als heel veel. PlayStation VR... Nee, ik had het lang zien komen. Iets van met een miljoen verkoopcijfers kan dat... Of is... Gaat echt in Nederlands... Gaat die gozer gaat in Nederlands googlen. 2 miljoen PlayStation VR sets verkocht. Oké, okay, ik weet niet of dat goed is. Ik denk ze dat ze dan niet, ja, ik denk niet dat ze het per se als een flop zien dan. Die dingen zijn 5000 euro per stuk ongeveer, die ja, zo'n dus, bril. Daar ben je wel binnen. Maar wat ik zeg, wat veel naar VR is, waar ik achter ben gekomen. Ik vind het prachtig, maar ik gebruik hem nooit. Omdat er te veel snoertjes. Maar Peter, dat is nee, maar niet... Dat is, ik nee, snap maar, het. Laat me vertellen waarom. Ja. Te veel snoertjes.
Jij bent. Oké. Hij zegt van, gaat de geflopte technologie ooit een comeback maken? Dus in de toekomst heeft hij het erover. Ja, het gaat draadloos worden. Het gaat draadloos, dus is voor jou een oplossing. Het gaat draadloos worden, ja, zoals alles in het leven. Beetje... En het gaat sowieso terugkomen. Ja, maar ik zeg waarom het nu niet goed werkt nog. Het is te veel een duur. Het is gewoon te duur. Niemand gaat een console kopen wat al duur is. Heb je 400 euro console. Dan denk ik van, weet je wat? Ik ga nog een ding voor 400 euro. En ik ga het... Niemand doet het 200 euro. Nee, maar en er zijn ook nog geen spellen. Dus je hebt ook niet echt een reden om het te kopen nog. Je hebt nu Batman. En dat is het. Astrobot, 10 uit 10 tip. Astrobot is zeg maar een zesje. Nee, dat is een 10 uit 10. Dat is het beste... Ik denk... Beste moet je voorstellen als Last of Us lekker een VR-spel gaan maken? Zo. Ja, dan word ik misselijk, want dat werkt niet. Ja, dat werkt niet, omdat het nu nog kut is. Je kan niet rondlopen. Dat gaat gewoon nooit werken. Het gaat intens genieten worden. Je brein snapt het niet. Je gaat je bewegen en dan ga je stilzitten. Dan gaat je brein misselijk worden. Die racing games, joh. Het gaat echt ziek worden. Stuurtje erbij. Laat die nou maar even een beetje... Echt prachtig, alsof je in een autootje zit. Gewoon aan het racen. Waarom nu prachtig. Dus nog niet werkt, is omdat het te duur is. Maar ook die snoertjes, is gewoon nog te veel. Niemand boeit die snoertjes. Als je het koopt... Mag ik ga je in discussie met je. Je gaat drommen heen in discussie Nee, je hebt net keer. Je verhaal gezegd. Die wat ga ik zeggen dan? Ja, die draadjes stoppen het en daarom verkoopt het niet goed. Ja, dat heb je net toch gezegd. Wij kochten ook die PlayStation VR met een blij koppie. Ja, was mooi. Dat is schitterend. Maar dan pas kom je erachter dat er 500 kabels is. Heb je er nooit VR gespeeld, wist je niet dat er 500 kabels zitten. Op de plaatje stond geen kabel. Ja, daarom. Dus het stopt mensen ook niet om het te kopen, omdat je niet weet dat het 500 kabels maar wat in ik alleen moeten. Nog even wil delen. Okay. Is dat er te veel kabeltjes zitten? En dan moet je het opruimen. Ja, klopt. Maar hij heeft het op de toekomst, die gozer, joh. En daar word ik bang van. Daar wil ik niet over nadenken. Ja. Ik word al helemaal paniek van die te veel kabeltjes. Duizelig word je ervan ook, ja. Dat is de laatste vraag alweer, Timon. Was dit de laatste vraag? Dit komt ie. Oh, er komt ie nog een vraag, oké. Gevreesde schildknapen. Ja. Dus jullie noemen jezelf premium hardcore gamers? Nee, niet echt. Ik denk dat jullie stiekem helemaal niet zoveel van videogames houden. Hier 5 quizvragen, omdat voor goed... de wereld uit te helpen. Ik dacht, het is misschien leuk om te eindigen met de quiz. Ik zal de quizmaster zijn. Jij gaat zelf maar ik ben niet zo goed. Zoveel heb ik ook weer niet gespeeld in mijn leven. Ik ben wel een gamejournalist, maar... Wat? Oh, ik heb trouwens niet de antwoorden opgezocht. Oh, dus je gaat gewoon... We zijn allebei van lul, want we allebei geen antwoorden weten. Nou, spreek voor jezelf. Wat was de eerste first-person shooter? De eerste first-person shooter was waarschijnlijk een spel waar nooit iemand van heeft gehoord. Maar, dus daar kan ik geen antwoord op geven. Je moet een antwoord geven. Ja, maar dan denk je gelijk aan spellen zoals... Was het? Ja, dat is heel kut. Ja, dat is fout. Ik weet het niet. Wat is? Weet jij het wel? Wolfenstein. Wat denk je daarvan? Ja, gast. Het was echt wel eentje nog eerder, joh. Nee, ik tik jou de vingertjes. Jullie mogen en naar mij doen, want ik heb het niet gecheckt. Er was toch wel één onbekend spel die nog daarvoor een keer heeft geprobeerd. Wolfenstein. Nee, waarom denk je dat het zo groot is? Omdat het eerste leuk was. Is. Omdat het leukste omdat het was. Een revolutionair kan ik zeggen was. Dat het leuke was. Die heeft gestolen. Was. Net als Lion King. Die ook ik wil het eigenlijk wel weten. Ik ga toch googlen. Ga je toch elk antwoord googlen op een podcast? Ja, joh. Maakt toch niet. Hier zitten nu zo diep. Dus dan moet... First person shooter. De first person shooter. Het is Wolfenstein toch? Maar het kan toch ook wel iets anders eerder zijn? Hier, Catacomb 3D. Oh, dat is het. Catacomb 3D in 1991. Ik zei wil het je toch, even niet dat een geluid maken? Want nee, dat is vroeg specifiek. Ja, dat is wel. Dat is de Catacomb. Nou, en een jaartje na kan Wolven staan. Ja, en die was gewoon leuk, hè. En dan Catacomb, niemand boeit het. Omdat het gewoon niet leuk kutspel. Was. Kutspel. Ja. Zelfs. Dat is gewoon een kutspel. Daar ga je weer niet eens over nadenken. Maar was het ook de eerste driedimensionale first-person shooter was voor DOS? Ja, dat is die Catacomb 3D. Nee, niet. Oh, jawel. Peter, ik ga geen gelijk krijgen. Hoe lang het gaat lezen, ja. De toon leek net alsof ik me gelijk ging krijgen, maar helaas. Waar staat BFG voor in Doom? Waar staat BFG voor? Niet naar mijn Google kijken. Ik heb er nooit van gehoord. Ik gok. Big fucking gun. Maar waarom? Ik heb dat nog nooit gehoord. Dat is dat opperwapen in Doom, is dat? Oh ja, maar dan mag je me best wel even vertellen. Nee, dat is toch, jij bent degene die jezelf een gamejournalist noemt. Dus ik ga niet over van... niet bestaande dingen praten, gast. Wat is het nou? Even kijken. Stands for moet ik dan googlen. Ja, meaning. Maar het is ook echt heel specifiek. En zijn opeens Doomman geworden? Big fucking gun.
Nou. Nee, je bent toch gewoon een legendarische gamejournalist. Dit is gewoon een kutvraag. Dit is gewoon een kutquizvraag. Dit is echt een inkomstvraag. Als Robert en Brink dit maar zijn vraag zeggen, dan spoor je wel. En zou hij zeggen Robert van... zeggen? Nee, dan zou hij zeggen van, ja, ik snap het, was gewoon een slechte vraag. Sorry. Robert zou zeggen, sorry dat we zulke makkelijke vragen doen. Nee. Ik denk dat ik gewoon een hulplijn van je af ga nemen. Dan ken jij Robert en Brink niet. Dan ken jij hem niet goed genoeg. Hij gaat echt zo naar achter zich kijken, naar achter de scherm, naar de regie. En dan gaat hij zijn schouders ophalen. Maar hey, wat zijn we nou aan het doen? Vraag nummer 3. Je bent denk ik niet geslaagd nu al. In The Legend... Eerst goed, dus... De eerste vraag had ik goed beantwoord en jij fout. Nou, dat weet ik niet. In The Legend of Zelda, The Wind Waker... Heb je die gespeeld? Die heb ik gespeeld. Hoeveel Triforce Shards moet je in totaal in je zakje proppen? Gosh, dat is echt een domme vraag, joh. Ik heb het er nooit uitgespeeld. 3. Ik weet het ook niet. Ik denk, het zijn toch altijd 3 op het plaatje, of niet? Ja, de Triforce op 3 dingetjes. Ik gok 5, omdat het spel zo kort is. Ja, ze moeten wel 40 uur maken. The Wind Waker. Ja, deze gaan we goed hebben. Triforce Shards, how many? Maar het is helemaal heel specifiek, hoor. Die spel die jij toevallig leuk vond. Dit moet je weten. All 8. 8. Ja. 8 plus, 3 plus 5, Peter. We zijn... Samen sterker. Ja, alleen. Daarom. Dan alleen. 4. Noem 5 game characters met een snor. Weet je, deze heb je. 1. Even kijken, Mario. 2. Luigi. 3. Waluigi. 4. Mario. En 5. Toad. Timon. Laat me dat geluid niet maken. Je krijgt maar 1 kans. Welke gozer heeft nou meer dan die gozer van de Order, joh? Die heeft een snor. Hoe heet die ook weer? Ja, dan moet je die echt nou weten. Je bent een gamejournalist, je had het spel gereviewd. Even kijken, we hebben nog wel meer mannen met de snor. Laat me gewoon rustig even nadenken. Ja, dat is helemaal geen druk. Dan komen we er vanzelf ook wel gewoon. Maar de tijd is wel bijna op, dat kan ik wel eerlijk zeggen. Maar waarom mag jij ook niet meedenken? Je laat me gewoon hangen. Ik heb gedacht. Ik weet het wel. Maar daar ga ik gewoon rustig voor zitten ook, hoor. Wie heeft er een snor? Je hebt, in die oude Metal Gear Solid man, heet die Snake. Die heeft ook een snor. Ah! Ja, helaas. Ja, te laat? Net iets te laat, joh. Dat hoorde jij met... Wist jij er meer? Welke zat jij te denken dan? Je hebt zeg maar die vader Toad. Die heeft een snorretje. In vader Paper Mario Toad. Heeft die volgens mij. Hoe heet die dan? Toad? Want ja, het heet niet allemaal Toad. En niet de Toadette is toch gewoon niet allemaal Toadette? Ja, maar dat is toch een vrouw? We moeten toch onderscheid maken tussen mannen en vrouwen, of niet? Paddels is echt gewoon Toad. Dat was hem toch? Oh, nee, niet. Dat is nog 1 vraag. Wat was het derde videospel dat jullie ooit op dit kanaal bespeelden? Als je deze goed hebt, Tim, dan heb je gewoon gewonnen, vind ik. Donkey Kong of Half-Life, denk ik. Is dat je antwoord? Ja, als ik daar 2 mag kiezen, dan wel. Dat is wel mijn fout. Dit is lekker spreken, Tim, maar dan spelen we geen spelletje. Het is lekker spreken, wat? Dit is een insticker. Wat is het derde videospel dat hij ooit op dit kanaal bespeelde? We zitten hier op lekker spreken. Dit is een podcastkanaal, Timon. We hebben geen spel gespeeld. Hebben we een spel gespeeld? Dit was het, dames en heren. Ik hoop dat jullie je mening over Timon gevormd hebben, want dat is eigenlijk het hele doel van deze podcast-serie al een paar jaar lang. Dat is hele quiz, dat is ook één uitslag verder.